Ik heb niks voorbereid. Stijn Koning ging dit doen. Misschien eerste vraag, Felix. Film uit Belgica. Ik heb hier en daar gelezen dat je de film buiten een verhaal over twee broers, ook een soort metaforisch. En dan noemt je hem ook Belgica. Misschien daar eens mee beginnen. Ik ben dus eigenlijk altijd... Ja, mijn stem is een beetje weg. Dus goed dat ik het niet heb. Het is toch van de première. Dus het was een goed feest. Mijn vader is uit Café Charlatan begonnen in 1989. En eigenlijk de evolutie van hoe dat zit in de film. Mijn vader heeft dat echt meegemaakt. En eigenlijk iedereen die daar werkte ook. Dus zo ja... Klein cafeetje dat leuk was en dat zo groeien en groeien en wijzer en wijzer. En dan uiteindelijk ja, een beetje een platte discotheek werd. En zo, Hans, de discussie ook met de portiers en zo. Ik vond dat, als ik daarop terugkijk, zo'n hele interessante discussie. Omdat, hetgeen dat vandaag ook echt vrij aan het spelen is met de vluchtelingen en al die toestanden. Dat is toen al op een hele kleine schaal heerste dat ze van, ja, hoe moet je daarmee omgaan? Het was hier tof en het is niet meer tof en wat ja, moet ik daarmee doen? En dus ja, zo zag ik daar wel een metafoor in en vond het wel interessant om daar een film van te maken. Alleen was ook zo chaotisch en zoveel mensen dat ik dat niet echt wist hoe ik dat moest doen. Was het maar als ik zo later hoorde over de twee broers die het van mijn vader hadden overgenomen. Dus Charlatan zijn we gewoon eigenlijk... Dat het helemaal de dieprik was ingegaan, overgenomen en zijn daar begonnen van nul af aan. En er bijna hetzelfde verhaal beleefd als mijn vader. En dan was door dat verhaal van die broers wel eigenlijk veel simpeler en eigenlijk schoner is dan het verhaal van mijn vader. Dat gaan combineren. Maar dus, de metafoor, ja. Ik vond dat echt de moeite om dat te proberen in een film te gieten. Maar het was wel echt niet gemakkelijk. Bon. Waarom was het niet gemakkelijk? We zijn hier allemaal regisseurs. Ik denk wat iedereen ook wel wil weten is van... ik herinner me, ik heb mij ooit eens een treatment laten lezen van Helaasheid. Ik heb dan de film gezien daarna. En ik weet dat je heel veel draait. Een film opnieuw maakt tijdens het draaien, opnieuw maakt met Nico in de montage. Kun je misschien iets vertellen van wat uw basisidee was, hoe je daar met Arne Siers misschien aan hebt gewerkt in grote lijnen, en wat het dan wordt, en welke stappen je daar om wat er nu is. Ik weet niet, 2 weken voor het einde van de montagelok, gooi je nog scènes op elkaar of niet, of hoe doe je dat dingen? Ik heb op basis van de treatment een eerste versie van het scenario, van het scenario geschreven. En dat stond er wel, maar ik merkte toen zo dat het dat ik eigenlijk zo trucken aan het herhalen was dat ik in de Broken Circle ook al gedaan had. En, dat was zo te net voor mij. Dat was zo, en bij Broken Circle was dat iets wat dat moest ook. Hoewel ik daar uiteindelijk een montage ook weer volledig heb overhoop heb gegooid. Maar ik had echt het gevoel van shit, dit is een film die vuiler moet zijn, die meer risico's moet pakken, die waarbij dat ik mijn eigen echt niet mag herhalen. Dus ben eigenlijk echt daar begonnen. Ik heb echt dat scenario helemaal eruit gedacht. Samen met Arne. Dus we hebben echt samen een tweede versie geschreven waarbij we gewoon voor een groot deel begonnen zijn. En we waren 3-4 maanden bezig en een hoop rollen eigenlijk. We hebben eigenlijk de rollen van de broers bijna omgedraaid in de zin dat de grote had al het café en de kleine komt erbij. En dat leek zo ja, in één keer veel beter en duidelijker. Want dat was dan al de grote broer. Maar, ik liet het toen lezen aan Stef, die dus de rol van Joe speelt, en die was er volledig op afgeknapt. Terwijl ik echt zo echt vrij blij ermee was en ik dacht echt, dat is wat het moet zijn. En dan heb ik 2 helemaal omgedraaid. Maar dat was eigenlijk
twee maanden van de tournage. Dus het is zo... Het is echt een gekke film geweest wat dat betreft. En zo dingen proberen en dat heel ver gaan. Zoals nu met dat schrijven. En uiteindelijk heb ik dan die twee versies gecombineerd op bijna een maand tijd of zo. En dan nog een keer twee, drie weken moeten verder werken omdat we... Ja, omdat eigenlijk Dirk Ubbers niet content was. Iets dat van, ik moet beter voordat we beginnen aan de voorbereiding. En daardoor hadden we eigenlijk maar 8 weken om voor te bereiden. Want de tournage lag vast en... Alleen, nog mensen waren al helemaal geblokkeerd, dus die wou ik niet meer. Die wou ik niet meer. Alleen, we hadden geen zin om de tournage achteruit te schuiven. Maar daardoor is vanaf dat moment was het zo, was er eigenlijk geen tijd meer om na te denken. Want eigenlijk alle muziek moest dan nog gemaakt worden. Dus alle bands dat je ziet, die zijn eigenlijk in die 8 weken, of eigenlijk in deels in tournage nog gemaakt. En ja, als je op terugdenkt, dat is echt gek. En dan toch is dat dan zo. Is eigenlijk super fijn om daar dan al. Het is no way back gewoon gegaan. Dus 8 weken voorbereiden, we hadden nog geen hoofdlocatie, we hadden nog maar 2 acteurs. Het is gewoon keihard gegaan en dat is allemaal gelukt, maar alleen ten koste van mijn gezondheid en van vele anderen, denk ik. Maar ik heb zelfs gehad dat Sophie, die al heel lang mijn assistenten is, echt gevochten heeft voor veel tijd. Ze had in het begin gezegd dat we 50 dagen nodig hebben. Uiteindelijk zijn het er 45 geworden, omdat 50 echt niet haalbaar was. Maar dat is eigenlijk een ongelooflijke luxe geweest dat ik nog nooit heb gehad. Ik heb er nooit zoveel kunnen draaien. Ik denk dat echt de kracht van de film wel daarin zit. Dat we tijdens de tournage super veel kunnen proberen hebben. Dat we tijd al uit, want er zaten heel veel complexe scènes in door de muziek of de gevechten of veel volk of honden en kindjes tegelijk. Het was gelijk altijd wel iets. En ik ben Sophie daar eigenlijk heel dankbaar om. Dus dat was echt ook deel van, denk ik, van zo de tijd hebben om alle scènes gewoon echt te kunnen. Ja, niet gaan zitten naar uurwerk te zitten kijken om te draaien. Ook al draaien we soms simpele dingen, zoals de scènes bij. Bij Jean-Marieke op een kot of zo. Dat is dan vaak in één shot. Of allee, toch die in een film. En qua licht was dat nu niet zo moeilijk of zo. Dus dan konden we gewoon echt onze tijd pakken om 10 takes te draaien. Een half uur te stoppen, weer 10 takes te draaien. Dus dat wat betreft de tournage, denk ik. En dan in de montage was het met al dat materiaal. Ik heb nog nooit zoveel geschoten. Ik had 130 uur. Dat te maken met dat we zoveel draaidagen hadden, maar ook dat we, ik denk, één van de 3 dagen met 2 camera's gefilmd hebben. Dus dat was dan eigenlijk echt een nest in de montage, omdat het zo... Doordat we zoveel kunnen proberen hebben, en ook... Allee, wat heeft Ruben, die de camera, allee, de fotografie gedaan, heeft ook echt al zijn speelgoed kunnen bovenhouden en heel veel kunnen proberen. Maar dat was dat... De montage was echt een stijlzoeker of zo. Dat nog 1000 keer wilder kunnen zijn met het materiaal dat we hadden. Maar mijn paniek als ik de eerste versie zag die ik al in had gemonteerd. En dat is de eerste keer dat hij dat gedaan had. Normaal ben ik er altijd bij de eerste keer. Maar nu is het iets van moet dat ook een keer proberen. Maar dat was echt, dat was een nest. Dat was niet goed. En mijn paniek was echt van moet dat nou samen krijgen. Want het is al zo chaotisch dat we daar binnen dan toch een beetje coherentie moeten krijgen. En ook weer niet natuurlijk. En voilà, dus ook dat is uitgelopen, heeft veel langer geduurd dan dat de bedoeling was. Ik denk dat we 20 weken of zo gingen werken, dat er 26 zijn geworden of zo. En inderdaad, ja, zegt, ik heb uiteindelijk in de mixage en ik in de flash gekregen en nog 5 minuten eruit gesneden. Maar voor de rest was de montage perfect. En het is een film die heel erg muziek drijft. Hoe hard hing dat daar aan vast? Want die muzieken zijn dan gemaakt, zoals gezegd, 8 weken voor de tournage, tijdens de tournage. Als je aan het draaien waar het wisten van dit nummer moet die scènes verbinden en ik moet al die dingen draaien, want dan moet daarop werken. Of is er nog heel veel in de montage gebeurd dat je al die dingen probeert samen te brengen?
Goh, alle live dingen zijn gebleven like dat de bedoeling was. Daar is eigenlijk niks van in structuur veranderd ofzo. Dus nee, dat was wel. Ik denk dat ik daardoor wel met Broken Circle heel veel geleerd heb van welke sfeer dat je nodig had om wat te vertellen zonder dat je verhaal stillegt ofzo. En hoewel we wel eens alles gemaakt hadden, was alles wel. Allee, welk soort nummer dat moest zijn of de energie dat moest zijn, dat lag wel. Allee, dat was wel voor mij redelijk duidelijk en voor hun ook. Allee, zij zijn van in het begin betrokken geweest. Ze zijn vanaf de eerste versie beginnen meelezen en dat is bijna eigenlijk een jaar in een stuk dat zij betrokken daarbij waren. En dat zij, dus tijdens die 8 weken, als we dan moesten beslissen wat dat was, was dat. Eigenlijk was dat duidelijk. Dat nummer van de Shits, daar waren 2-3 voorbeelden voor. Van nummers van de Shits is dus. Ja, dat weet je wel. Het juist gezien. maar in de voorbereiding had zij gewoon een bepaald moment veel muziek gegeven. Dan had ik dan gekozen van ja, ik wil voor zoiets of zoiets gaan. Waardoor dat zij echt konden gaan. En dan, ja, in de montage is dat geen. Zijn die dingen eigenlijk allemaal redelijk op hun plaats gevallen? En al de rest, zou ik het zeggen, eigenlijk zijn er wat 2 soorten muziek, al de scoring zeg maar, dus hebben zij heel veel gemaakt tijdens montage gewoon, dus heel veel beginnen aanleveren, maar heel veel dingen die er dus niet zijn ingekomen. Zij leveren ook heel veel in alle stems apart aan, alle parts. Waardoor dat Nico kon echt gaan spelen en op beeld zo daar dingen mee maken, sferen mee maken. Dus dat was heel handig. En dan eigenlijk binnen alle. Dus er zijn 3 liedjes, J'aime regarder les filles, en dan Plastic Dreams van JD, zo'n house lied. En dan nog 2 andere kortere dingetjes die bestaande muziek zijn. Al de rest is dus ook de nummertjes die opgelegd worden, is allemaal gemaakt door de Bahamas. En daar waren er, allee, hebben wij gewoon nummers gepakt die wij vonden passen en zo. En die zijn ze op het einde allemaal gaan namaken. Maar ook daar is er geen. Was dat niet zo ingewikkeld? Het moeilijkste was die grote montagesequentie, ongeveer in het midden van de film, van 4 minuten, met alle soorten muzieken door elkaar. En dat was geen. Het beginidee was zo, was dat wel wat? En dat is geïnspireerd door wat dat Solex eigenlijk al gedaan heeft in een documentaire en in een mixen, zeg maar. Dat was, allee, dat had mij gespreekt om daar zo'n soort scène voor te schrijven en zo, maar ik had dat like, uitgedacht van, dan komt dat muziek en dan dat. En dan dacht ik van, ze gaan dat op voorhand uitdenken. Maar eigenlijk had ze daar geen zin in. Had zij zoiets van, we gaan gewoon die 6 nummers maken. Dat is veel handiger om Hansen nummers te maken. En dan achteraf monteren we dat wel door elkaar, wat eigenlijk een heel goed idee was, maar daardoor ook veel werk. En maar daardoor, allee, die scène die heeft 10.000 verschillende versies gekend. Dus dat was echt de moeilijkste, omdat die kon zoveel betekenen, die kon er zo rap over gaan. We wouden daar ook ver gaan, maar die moest ja, gewoon zijn plek binnen de rest van de film vinden. En dat was zowel ja, muzikaal vlak heel veel mogelijk als op beeldvlak. Dus dat was gewoon de hand zijn over en weer gaan, dat wij eraan werkten. Dat dan de Waals er nog een keer over gingen en dan wij weer. Voilà. Goed. Ik blijf mijn vragen stellen als ik een stuk zet. Ik heb er eentje. Iets over de dialoog. Ik vind de dialogen fantastisch. Maar ik ben heel benieuwd in hoeverre dat het een scenario versie kan vastligt en wat er dan gebeurt op de set. Met die acteurs, vooral omdat daar heel gekleurd is. Daar zullen ze je steeds niet vragen, maar wij horen die kleur van al die. En ja, ik vind het geweldig. Maar wat ligt vast en wat gebeurt er in de set? Wel, eigenlijk is het. We hebben gewoon geschreven in onze taal. Dat is zo beschaafd Gens. En dan hebben we wel lezingen gedaan, maar dan eigenlijk pas 4 weken voor trial beslist om het in het West-Vlaams te doen. En dus een groot deel van het werk is daar gebeurd, dus het,
het omzetten naar West-Vlaams. En Tom heeft dat gedaan, die er ook is vanavond. Samen met Stef, die dus helemaal geen West-Vlaams spreekt. En eigenlijk heb ik hem daar volledig vrijgelaten. Ik ben daar niet bij geweest. Het is ook mijn taal in West-Vlaams en ik vind dat Tom dat heel goed kan. En hij beheerst dat gewoon beter dan ik. Dus Stef en Tom hebben daar dan een week of twee op gewerkt of zo. En dan zijn we beginnen op die manier dat doorlezen en repeteren. En op die moment wordt er nog wel geschrapt of bijgeschreven. Of gerepeteerd en een beetje geïmproviseerd en daardoor wat bijgeschreven. Maar dat is dan toch de basis als ik ga draaien. En dan hangt het echt af van sommige scènes. Hè. Sommige scènes lenen zich echt toe. Allee, voelen ze op het moment als je het doorleest of repeteert dat gewoon dat niet lukt. En dat acteurs het gewoon moeten pakken en ermee spelen en er iets anders van maken soms. En dat er genoeg bijgezeverd wordt. Dat soms, uiteraard soms veel te lang is, maar goed is om gewoon om er lucht in te krijgen ofzo. Een ander ding is echt gewoon heel dicht daarbij blijven. Dus ik, ja. Is het zoiets, Tom? Of? Ja. Nog dingen toe te voegen? Ja, zo was het. En voor Stef was het eigenlijk echt heftig, omdat hij zo... Hij heeft al echt fonetisch van buiten moeten leren. Maar tegen de laatste 2-3 weken of zo begon hij ook te improviseren en het was te gaan. Nou, misschien daarop aansluitend, niet omdat hij er is, maar Tom doet dat echt fantastisch. Maar iedereen in de film is echt heel sterk. Hoe is je werk met acteurs? Wat doe je in voorbereiding? Wanneer zit je met hen samen? Vanaf wanneer betrekt je het proces? Wat gebeurt er op de set? Het zijn allemaal regisseurs, maar meestal ik zo van die nerdy vragen. Maar een groot deel heb ik al uitgelegd, denk ik, door over die dialoog te hebben. Het was wat ik nog wel voor zei, is, ik ben er zelf eigenlijk ook echt heel, heel gelukkig mee, omdat ik vind dat het zo gegeloofd zich lijkt, omdat het heeft allemaal zo'n naturel. En toch is het ook echt helemaal nieuw dat mensen praten. Maar dat is echt Arno Siris zijn verdiensten. En over de acteurs nog, het leukste vind ik naar de eerste versie van het scenario de hoofdacteurs te casten, zeg maar. Dus dat was niet Tom, die ik toen gecast had, maar iemand anders, zeker Matthias Schoenaert. En die, en Stef, eigenlijk heb ik... Ik had voor Matthias gekozen en ik had eigenlijk altijd Stef in mijn hoofd. Maar ik dacht van, ik ga dan een paar andere mensen testen. Ik heb gewoon een aantal mensen gebabbeld. En uiteindelijk maar twee mensen laten auditioneren met Matthias. Dat was Stef en nog iemand. Dat was echt top, maar eigenlijk had ik altijd voor de juiste reden denk ik het gevoel dat Stef dat moest doen. En dat is gebeurd op, ik denk een jaar voor het draaien. Dan kun je ongeveer een jaar vertragen. Nee, bij mijn andere films was dat ook altijd zo. Omdat ik dan met dat gedachte, met die mensen, weten dat ik met die mensen lezing kan doen in aanloop naar de tournage, dat laten groeien. Dat vind ik dan wel interessant. En al de rest is eigenlijk maar gecast in die 8 weken. Dus ik had echt niemand anders. Sommige mensen kiezen gewoon, andere mensen... En toch het gevoel van dat je op zoek wilt gaan en iemand tegenkomen dat je niet kennen of zo, zoals Meisje die Marieke speelt. Dat is eigenlijk geïnspireerd door een hele maffe griet in Gent. En dus ik had zoiets, dat moet echt iets raar zijn, iets dat we nog niet kennen. Dus eigenlijk heb ik daar best veel actrices voor gezien. Charlotte, die meespeelt ook, en de rol van Isabel en mijn vriendin. Ze had eigenlijk gezegd van... Die lijn moet echt een keer checken, want die heeft hier nog maar weinig gedaan. Die zit bij toneelgroep Amsterdam, maar dat is dus een echte West-Vlaamse ook. En dat was ongelooflijk. Het was niet dat ik zo meteen de klik had, maar wel zo van wauw. Alleen als je daarvoor gaat, is het wel stoer of zo. En het was fantastisch.
Ja, en dan, ja, het, sommige mensen willen heel veel werken, met andere mensen, als je ze cast om de juiste reden, moet er niet mee werken. De man die de, hoe heet het, de veiligheidsinstructeur bijvoorbeeld, dat is gewoon een echte. Die portiers, dat zijn ook echte mensen. Ja, dat is geen, alleen, ik heb niet zo'n grote regel of zo voor de rest, het is gewoon met elke mens anders. Dat was duidelijk. Ja. Ik zal misschien nog één vraag stellen. En dan is het goed. Je komt van Broken Circle. Jin bedoelt het echt goed. Jin is echt heel goed. Je moet dat blij nemen. Ik heb dat ook gefilmd. Enfin, je hebt de César gehad, Oscar-nominatie. Ik kan me inbeelden dat er wel wat druk is naar die volgende film. Ik zie ook dat Frans Strader erin zit, Match Factory. Hoe gaat het daarmee om? Met verwachtingspatroon en je weet van ja, gewoon, ik ben nu niet alleen een film in Gent aan het maken, maar er gaan ook wel andere mensen in de rest van de wereld benieuwd naar zijn. Ik heb mij daar eigenlijk heel lang echt niet aangetrokken. Ja, ik weet het niet. Die film is zo gekomen als reactie een beetje op Broken Circle. Ik heb het idee gehad om ervoor te gaan voor het succes van Broken Circle. Ik heb dat in ere proberen te houden. Maar ja, het was ook het soort film en de goesting dat ik had. En ook, hierna ga ik Beautiful Boy doen, een Amerikaans project. En dat, ik was ondertussen parallel ook al mee bezig, dus ik wist ook van dit is, hier kan ik er echt mijn goesting kunnen doen, daar, dat zal meer in de lijn van Broken Circle zijn. Ga ik nog veel meer mensen hebben die over mijn schouder kijken, dus ik moet hier gewoon wel een beetje mijn vrijheid afdwangen en gewoon ook daar. Ik bedoel, deze film had er geen baat bij gehad, dus de gepolijst erin geweest zijn. En dat is lang geen probleem geweest, alleen zo in de afwerkingsfase, als inderdaad al die partijen die geld in de film gestoken en of die er iets mee te maken hebben, ja, hun gedacht beginnen zeggen en allee, is soms ook dan een Duitse distributeur die dus al geïnteresseerd is, die de film dus vroegtijdig te zien krijgt en op duur zo, die vindt dat. En daar moet je op duur echt van afsluiten, omdat je zoiets hebt van, ja. Allee, Broken Circle is toch bijna alle festivals geweigerd, uiteindelijk in Berlijn hebben genomen en dan plots is dat helemaal gedraaid met in de film en, ja, je moet gewoon op een bepaald moment toch voor kritiek afsluiten, denk ik. Alleen niet van de mensen die heel belangrijk zijn voor u, maar wel van al de rest, want anders wordt het zot. Merci. Goedemiddag.